te bidden voor de mensen in Oekraïne. Dit lullige paaltje moet gewoon weg. Het staat voor lul hier. Nu gebeurt het dan dus echt. Goedenavond, welkom in de Bibliotheek Almelo voor de eindejaarsquiz 2023. Mijn naam is Joris Kemps en we zijn heel erg blij dat we weer een eindejaarsquiz kunnen organiseren na een aantal jaren wegens de beruchte corona dat niet gedaan te kunnen hebben. Naast mij staat mijn medepresentator Henk van Schuppen en we gaan jullie eventjes door de avond loodsen. We hebben een programma voor jullie gemaakt en deze avond wordt georganiseerd door Avisie, die ook aan het opnemen zijn op dit moment, door de Tubantia en de bibliotheek. En we zijn te gast in het Leescafé Fijn. Vandaag hebben we muzikale begeleiding en ondersteuning van onze Almeloze huispianist Johan Bijkerk. De jury wordt gevormd door Pim Lindeman, chefredactie van de Tubantia. En mijn collega-presentator is Henk van Schuppen. Henk, aan jou het woord. Dankjewel, Joris. Ja. Hoe ziet het speelschema eruit vanavond en wat zijn de spelregels? We hebben in totaal 6 teams die aan de start verschijnen. We hebben 5 speelrondes. Per speelronde komen er 15 vragen voorbij. In de eerste ronde, daar zijn we nu al, daar gaan we zo meteen mee beginnen, komen 3 teams. De tweede ronde komen 3 teams. In de derde ronde komen de beste 4 teams van de 6 aan bod. En dat is dan eigenlijk de halve finale. Dus dat is eigenlijk het schema. Dan gaan we een pauze houden. En dan komt er, voordat we de finale gaan spelen, eerst de kleine finale. Zo gaat het bij het WK voetbal ook. Dat is de strijd dan om de derde plaats. En daarin staan dan de verliezers uit deze eerste rondes en uit die derde ronde tegenover elkaar. En uiteraard eindigen we dan met de finale, waarin de 2 finalisten om de hoogste eer gaan strijden. Namelijk de eindzegen om wie de beste nieuwskenner, beste nieuwskenners van Almelo zijn. Zo ziet het eruit. Joris, heb ik alles gezegd nu? Ja, volgens mij wel, hè? Ja. Dan gaan we denk ik nu eventjes kort de teams voorstellen. Ja. De eerste 3 teams. Het eerste team achter zuil nummer 1 is het team ondernemers. Onder leiding van captain Martijn Makkinga. En dan loop ik even naar Martijn toe. Ja, applaus. Dag Martijn. Hoe is het met jou trouwens? Ja, goed, dankjewel. Met jou ook, begrijp ik al wel. Ja. Gaat goed. Mis je de politiek? Nou, ja en nee. Kijk, als ik Yvonne in de zaal zie, dan denk ik, ah ja, dat mis ik toch ook wel. En ja, ik zie Arjen weer. Nee, er zijn wel dingen die ik mis, maar nu denk ik van, waar heb ik toch in vredesnaam de tijd toen vandaan gehaald? Hè? Want dat is dan ook weer grappig. Ik dacht, dan val je in een gat, maar dat is echt niet zo. Dus, tijd voor andere dingen. Ja, tijd voor andere dingen, ja. Zoals de quiz, hoe heb jij dit team samengesteld? Nou, ik heb gewoon gekeken naar de beste ondernemers. En ik weet niet zoveel, maar deze dames en deze heer wel. Ik heb hier Paul naast me staan. Paul is van Woon en Slaap. Paul Tiemersma. Dan heb ik van Coco Hair Studio Nicole staan. Nicole Bleumen. En Cynthia Grobbe is makelaar. En huren is in. Dus een dubbele functie. Ja, fantastische ondernemers. Dus ik kan het niet alleen, maar met hun dan hoef ik niks te doen. Veelbelovend. Ook mooi die balans, mannen en vrouwen, die je hebt aangebracht. Dus applaus alvast voor team ondernemers. Dan gaan wij naar het tweede team achter de tweede zuil. En dat is het team juristen onder leiding van captain Ger Vermeulen. Ja Ger, welkom. Mooi dat je er bent. Ja, je was deze week toch een beetje onze redder in nood. Dat team advocaten moest te 11 uur afhaken wegens ziekte. Ja, hoe ben je erin geslaagd om toch nog 2 goede partners te vinden? Ja, dat is een kwestie van netwerken. Ja, dat heb ik. Ja. Geen enkel probleem dus? Nee, maar ik heb 2 fantastische kandidaten. Kijk, we zijn met z'n 3 en dat is expres. Anders dan begin je elkaar te overschreeuwen en dat is niet handig. En nu kunnen we het goed afstemmen met z'n 3. En het is Barbara Wunsch. Barbara is notaris geweest. Ralf Becking is kandidaat notaris op dit moment. En ik ben ook jurist. Ik begrijp het. Ja, het is niet de eerste keer dat jij hier staat. Je hebt vaker meegedaan. Ja, jij vindt het leuk, hè? Ik vind het reuze leuk. Het is altijd volstrekte chaos. En het eind hoop ik dan te winnen. Dus. Ik wens jullie succes. Dank. Applaus voor de juristen. Dan gaan we door naar het derde team. En dat is het team Erfgoed.
En dat team staat onder leiding van erfgoedspecialist, de captain Hans Krol. Ja, dag Hans. Ja, je bent gebombardeerd tot captain. En jij hebt te 11 uur een team op de been gebracht. Ja, we hebben dat vanmiddag maar team erfgoed gedoopt. We vonden het wel een mooie naam. Volkomen terecht. Links van mij Ingrid Lambert. Beschermt ons erfgoed door regelmatig rondleidingen in de stad te doen voor het Wevershuisje. En zorgt dat de geschiedenis van Almelo voorop staat met al zijn monumenten. Jolanda Mol, voorzitter van het Wevershuisje. En dus degene die op een gegeven moment al die gidsen in de stad aanstuurt. En rechts van mij, Willem van Doren, de man die verantwoordelijk is voor die prachtige gedichten die overal in de stad langs de muren geschilderd staan. En waar ons erfgoed dus des te beter ten tot dele wordt gevoerd. En ik zelf heb mijn eigen kleine bijdrage in stad en ambt. Nou ja, het ziet eruit als een dream team, of niet? Wij zijn hard en meedogenloos, denk ik, geloof me. Nou, je weet dat er heel veel vragen over Almelo komen en ook over de geschiedenis van Almelo, dus wie weet. Daar staan ze, Joris. Dat belooft veel goeds. Ik denk dat we gaan beginnen met de eerste vraag. Hand op de knop. Of bij de knop. Heel toevallig gaat de eerste vraag over onze burgemeester. En die is zelfs in de zaal, dus het kon niet beter. Burgemeester Arjen Gerritsen werd vorige maand officieel benoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar in Almelo. Hij begon zijn carrière echter in 2002 en was destijds met 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. In welke... Het woord is ogenblik, voor team 1. Ogenblik. Martijn heeft gedrukt. Wat is het antwoord? Haren. Haren Groningen is het juiste antwoord. Het eerste punt is voor jullie. Het eerste punt is binnen. De toon is gezet. Oké. De kop is eraf. Vraag 2. Die gaat over het WK voetbal. Welke viervoudig wereldkampioen was al uitgeschakeld toen het toernooi in Qatar nog moest beginnen? En dat is weer team 1. Duitsland. Helaas, dat antwoord is fout. Betekent dat er iemand anders mag drukken, toch? De vraag wordt vrijgegeven en de andere twee... Ja, team 2. Italië? Ja, Italië is het juiste antwoord. Dat is correct. Nee, Italië is goed. Italië heeft zich tot grote verontwaardiging van de hele voetbalwereld niet geplaatst voor het WK. Ja. Dus die hebben niet eens meegedaan. Dan gaan we door naar de derde vraag. We kregen dit jaar een nieuw kabinet. Maar hoe heet de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Team 2. Ger. Ook Buitenlandse Handel. Ik denk toch Sigrid Kaag. Nee, dat is niet correct. De andere teams mogen drukken als ze het weten. Als anders gaat de beurt over. Dan gaat de vraag over. Er komt geen antwoord. Het juiste antwoord was Liesje Schrijnemaker. Ja, hoe bekend is dit kabinet? Maar dat is een andere vraag. Ook? Zeker. Daar komt de volgende. Aandacht graag. We gaan naar Engeland. Dit jaar overleed koningin Elisabeth. Ze zat 70 jaar op de troon en diende maar liefst 15 prime ministers. Wie was de eerste en wie de laatste? Team 3. Wij gaan voor Churchill. Was de eerste. Of moest ik twee antwoorden? De laatste, die dame. De eerste en de laatste. Wat zei jij? Tusk. Dat is correct. Tusk is correct. Churchill was de eerste. Ja. Truss was de 15e, was de laatste. Ja. 15 premiers. Je bedenkt het niet. Nee. Genoteerd, jury? Ja. Gaan we door naar de vijfde vraag. Die gaat wat meer naar de regio. Het is namelijk de tijd van het midwinterhoorn blazen.
Waarom werden midwinterhoorns vroeger in een put bewaard? Team 3. Het water zet het hout uit. En daardoor wordt hij dicht. Dan kun je erop blazen. Dat is correct. Dat is het goede antwoord, inderdaad. Specialistisch antwoord. Heel goed. Ja, dat is een beetje toevallig, want ook deze vraag gaat weer over het WK-voetbal. En die mag ik stellen, maar ik heb de volgorde niet bedacht. Maakt niet uit. Nederland moet het doen in de voetbalgeschiedenis met 3 keer zilver op een WK-voetbal. In 3 finales werd wel 2 keer gescoord door Oranje. Welke spelers waren dat? 2 goals in 3 finales. Goh, ik dacht dat is een makkie, maar jeetje. Ger ook niet. Dan, het zijn 2 namen. Wil er iemand een gok doen? Ja, dan wordt team 3. Je moet 2 doelpuntenmakers noemen. Johan Neeskens. Die is correct. Die is correct. En Nanninga. Die is ook correct. Ja, ja. Applaus. Goed. Zo. Johan Neeskens tegen Duitsland in 1974, verloren met 2-1. Dick Nanninga scoorde de gelijkmaker tegen Argentinië in 78. Neeskens, penalty. Goed, gaan we door naar vraag 7. We zijn bijna op de helft van de eerste ronde. De wolf is terug in Nederland. In 2015 werd het zoogdier voor het eerst gesignaleerd in Noord-Nederland. Maar in 2016 voor het eerst in Twente. In welke plaats was dat? In Twente. Team 2. Team 2. Ja, evident, was een losser. Dat is niet juist. Het is niet helemaal juist. Losser. Nou, je lampje brandde nog niet, dus dat is je redding. Losser was al het foute antwoord. Dus dat gaan we niet 2 keer doen. Dan gaan we verder, maar we gaan denk ik eerst... Het goede antwoord was Beuningen. Sorry. Ja, maar dat is niet... We vroegen niet om de gemeente, maar om de plaats. Helaas. In welk plaatsje staat hier? Dus ja, dat is inderdaad niet de gemeente, maar het plaatsje. We gaan eens even naar de jury, Pim Lindeman. Hoe is de stand? Ja, jongens, ja, het is natuurlijk nog hartstikke spannend. Met dit laatste antwoord van de jurist zijn ze gezakt naar -1. 3 keer een antwoord gegeven... 1 keer goed, 2 keer niet goed, dus dan sta je op -1. De ondernemers zijn eigenlijk nog blanco. 1 keer goed, 1 keer niet goed, dus die staan op 0. Maar team nummer 3, met afstand aan de leiding, met 3 punten. Alsjeblieft, kijk, applaus. Kijk, kijk. Oké, we zijn halverwege ongeveer. We gaan naar Oekraïne. Dat was natuurlijk het grootste nieuws dit jaar nog steeds... Oekraïne, een land dat grenst aan Rusland, Wit-Rusland, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en nog een land. Welk land? Moldavië. Dat is correct. Ja, correct. Goed, de volgende vraag. Dit jaar waren er de raadsverkiezingen. De gemeenteraad van Almelo telt maar liefst 15 fracties. Maar hoeveel eenmansfracties zijn dat? Team 2. Team 2. Ik denk 8. Dat is niet juist. Dat is niet juist. Wie doet er een tweede poging? Team 1. Team 1? Kleine gok, maar 4 dacht ik. Ook dat is niet recht. Het zit er precies tussenin. Het zijn er 6. Te weten Almelo Centraal, GroenLinks, Forum voor Democratie, Lijst Chatten, Leefbaar Almelo en Democraten.nu. Ik denk dat Arjen Gerrits wel had geweten, of niet? Ja, onze burgervader die wist dit. Ja. Oké. Okay. De volgende vraag gaat ook over de politiek in Almelo. Hoe luidt het thema van het coalitieakkoord in Almelo, waarmee VVD, LAS, CDA en D66 aan de slag zijn gegaan. Zou de politici moeten weten? Ja.
Nog 5 seconden. 4, 3, 2. Niemand? 1. Eenmaal, andermaal? Nee, niemand. Het thema was en is bouwen aan kansen voor iedereen. We gaan door en we gaan door naar een voetbalvraag. Alleen niet over het WK deze keer. Heracles heeft maar 1 missie dit seizoen en dat is promoveren naar de Eredivisie. Op 20 mei 2005 deed de club dat voor het laatst na een 2-2 gelijkspel in Almelo. Tegen wie was dat? Team 2. We mogen diep gaan. Ik denk Veendam. Dat is het juiste antwoord. Correct. Correct. Kijk, dat is revanche. Ja, dat is knap. We weten weer wat belangrijker is, politiek of voetbal. Oké, dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Maar wat ook zeer actueel is geweest eigenlijk het hele jaar. Want het jaar begon in januari met het schandaal rond The Voice. En met name het grensoverschrijdende gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Hij vertrok bij The Voice, maar hij moest ook zijn rol in een andere Nederlandse band opzeggen. Welke band is dat? Team 1. De Edwin Evers Band. Ja. Correct. Correct. Heel knap. Heel goed, Nico. Ja. We gaan naar de internationale politiek. Op 82-jarige leeftijd maakte de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en ook daar leider van de Democratische Partij haar vertrek bekend. Wie is zij? Team 2 is het snelste. Team 2, wie antwoordt er? Nancy Pelosi. Dat is correct. Weer een correct antwoord. Dit voelt als een klein beetje een inhaalrace van team 2. Dus we gaan gauw door naar de ene laatste vraag, Henk. De ene laatste vraag luidt als volgt. Wie schreef het Boekenweekgeschenk dit jaar? Team 3 gaan we naartoe. Team 3. Ilja Pfeiffer. Dat correct. Is het goede antwoord. Het goede antwoord. Even wachten, we gaan naar de laatste vraag. Ja, we gaan naar de laatste vraag. Nou, dat betekent dat we even naar de jury gaan. Want loopt de spanning natuurlijk op. Ja. Nou, het is een ongelooflijk belangrijke vraag ook namelijk. Kijk, er is 1 team dat al zeker is van een plek in de halve finale. En dat zijn de erfgoedspecialisten. Die kunnen niet meer achterhaald worden. Kijk. Maar zowel de ondernemers als de juristen maken nog een kans op een plek in de halve finale. De ondernemers staan op 1 punt. En de juristen staan op 0. Dus er moet een beetje slim worden gespeeld. Dus de juristen kunnen nog gelijk komen? Ja, en zeker. Dan komt er een tiebreak. Als het gelijk wordt, komt er een tiebreak. Bij voetbal heet dat penalties, dus dat kan heel spannend worden. Goed, we gaan voor de laatste vraag. En dat is een vraag over Almelo. En dat is wel een hele moeilijke vraag, denk ik. Welke van de volgende 6 wijkcentra valt niet onder het beheer van Acre? De Schelf, het Dok, team 2, de juristen. Team 2. Egbertus. Dat is niet correct, want die wordt niet genoemd in het rijtje. Dat is nou dus toch jammer. Deze gok valt verkeerd uit. Het was een goede gok. Hij was al wel genoemd trouwens. Ja. Nee, en het klopt, alleen het is niet het juiste antwoord op de vraag. Want ik had hem namelijk al gesteld. De tweede die ik noemde was het Dok. En ook het Dok valt niet onder het beheer van Acre. Dus helaas een punt eraf. En dan zijn wij jammer genoeg aan het einde van deze ronde gekomen. Dat verlies je altijd. Egberte stond niet in het rijtje. Ja. Stond niet in het rijtje. Wat, goed. Niks mee te maken. Oké. Okay. Dat was de eerste ronde. Dank voor jullie inzet. De definitieve uitslag door Pim. Ja, we kunnen wel zeggen dat de juristen eigenlijk zichzelf een beetje de nek om hebben gedraaid. Want die hebben de meeste antwoorden gegeven, maar daarmee ook de meeste foute antwoorden. Dus die zijn op min 1 geëindigd en helaas geen plek in de halve finale. Goed, we gaan zo door naar de tweede ronde. En we hebben even nu een wisselbreak. De volgende teams mogen naar voren komen. En dat is achter de zeil 1 is dat het team rechters onder leiding van Ulbe van Houten.
Onder team 2 het team evenementen onder leiding van Marianne van der Steeg. En achter zeil nummer 3 het team politici met als captain Arjen Maathuis. En we gaan door naar de tweede ronde. En we hebben 3 verse teams voor ons klaarstaan. En achter zeil nummer 1 staat het team rechters onder leiding van Ulbe van Houten. En die staat inderdaad mooi naast mij. Ulbe, ja, wie heb je meegenomen? Laat ik aan die kant beginnen. Daar staat Chantal Wijn, die ook bekend is van de site In Je Buurt Almelo, waar zij heel veel foto's plaatst. Daardoor weet ze ook heel veel van Almelo. En ze heeft ook inmiddels 15.000 volgers op Instagram voor haar foto's van Almelo. Nou, dan hebben we Herald Veldhuis. Die heeft in het verleden al heel veel punten voor ons binnengebracht. De vragen die ik wist, die zijn allemaal al geweest, geloof ik. Maar gelukkig hebben we nu ook Danny Appels in ons midden. Die weet ook heel veel van Almelo. Ja, het is een heel uitgebalanceerd team, geloof ik, of niet? Er is over nagedacht, ja. Wat is de doelstelling vanavond? Nou, ik dacht eigenlijk Weekend Cumminent. Ja, dat is een hele mooie dit. Die houden we erin. That's the spirit. Dat is een mooie. Goed, dan gaan we door naar het tweede team. Achter zeil nummer 2 staat het team evenementen. Onder leiding van onze opperevenementen, mevrouw van Almelo, Marianne van der Steeg. Mevrouw van Almelo, dat is ook een mooie. Dag Marianne. Nou, dat is voor jou volgens mij ook niet de eerste keer dat je op dit podium staat, Herenwan. Nee, maar we gaan nu voor de poedelprijs, vrees ik. Ja, de poedelprijs? Ik ging altijd voor de winst, maar er doen 2 oud-leraren van mij mee. En ik bij erfgoed, dus ik vrees het ergste. Ja, klamme handje. Dat is wel een heel bescheiden uitgangspunt. Ik ben onder de indruk van de eerste ronde. Oké, maar wie heb je meegenomen? Je staat er niet alleen voor. Nee, zij moeten mij gaan redden, het team. Dit is Hinke Mulder. Zij is de nieuwe voorzitter van Hopnop. Dus het is een leuke introductie om met Hinke kennis te maken. Petra, zij ondersteunt de evenementen en doet de marketing, is mijn collega. En Mark doet de Popquiz XL, Mark Veldman. Dus muziek moet gaan lukken. Veel succes, dankjewel. Team 2, de evenementen is compleet zo. En dan gaan we door achter zeil 3, het team politici onder leiding van Arjen Maathuis. Welkom, Arjen. Ja, aanvoerder van team politici. Hoe heb je het team samengesteld? Wij hebben het over een andere boeg gegooid. Wij zijn nu vertegenwoordigd door de jongste raadsleden van Almelo. Hans Steunis van de SP is 34 jaar. Max Christen, D66, 28 jaar. Ook 28 jaar. Ja, van mijn vrouw zeg je nooit de leeftijd, maar nu maak ik een uitzond. 28 jaar, Dorien Wind van het CDA en zelf ben ik 33. De jongsten. Waarom heb je voor de jongsten gekozen? Ja, wij zijn nog scherp van geest. En, dus we proberen op deze manier echt toch weer een keertje die titel te pakken. Ik heb ooit ook meegedaan met Frits Axe en Marieke van Doorn. Toen wonnen we. Dus dat was een goede marker. Ja, dat klopt. Maar we gaan er nu voor en ik heb er volle vertrouwen in. Ik wens ook jullie heel veel succes. Dankjewel. Goed, applaus voor de 3 teams. Dan gaan we starten met de eerste vraag van de tweede ronde. Handen bij de knoppen. Hoe heette de seksclub aan de Marktstraat die het dit jaar niet meer trok? En team 3. Team 3 over de seksclub. Ellen Moore. Dat is juist. Het goede antwoord. Vraag 2 in deze ronde. Stilte graag. Na het WK voetbal gaan we deze winter natuurlijk weer massaal schaatsen kijken. Wie was de eerste Nederlandse wereldkampioen allround schaatsen bij de mannen? Team 1. Jaap Eden. Ja, dat is correct hoor. Dat is correct. In 1893 in Amsterdam. Geweldig dat jullie dat weten. Handig als je wat ouder bent. Hè? Goed, we gaan door naar de derde vraag. Prinses Amalia kwam dit jaar in het nieuws omdat ze wordt bedreigd en daarom in haar bewegingsvrijheid wordt beperkt. Bevo-
voeren de spanning op. Kom maar. Was de inleiding. Ze werd geboren op 7 december 2003. Hoeveel generaties troonopvolgers waren er na haar geboorte nog in leven? Hoeveel generatie troonopvolgers waren er na haar geboorte nog in leven? Generaties. Hoeveel generaties troonopvolgers? Team 1. Alexander en Beatrix. Dat is niet juist. Nee. We hebben een reset. Iemand in de andere twee teams mogen nog, maar ook in de herkansing kun je een minpunt. Team 2. Dus Amalia werd geboren. Team 2 wil een antwoord geven. Team 2, ja? Ja. Marianne? Wij denken één generatie. Nee, het zijn vier generaties. Namelijk Amalia zelf, Willem-Alexander, Beatrix en Juliana leefden toen ook nog. Want die is pas in 2004 overleden. Dus met haar geboorte waren er vier generatie troon. Maar Juliana en Beatrix waren toch geen troonopvolgers? Jawel, dat waren generatie troonopvolgers. Ja. Ja, nee. Einde discussie. We gaan even naar de jury. Zit hier licht tussen. Het woord is aan de jury. Jongens, ze waren allemaal in leven en ooit waren ze troonopvolgers. Juist. Helaas, over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. U heeft alle getekend voor de algemene voorwaarden. Goed, okay. We gaan gauw door naar de volgende vraag. Het woord is aan Henk. Volgende vraag is heel straight. Eén vraag is maar één antwoord mogelijk. Italië kreeg dit jaar haar eerste vrouwelijke premier. Hoe Team heet 2. Ze? Team 2 heeft gedrukt. Meloni. Dat is correct. Nemen wij genoegen met de achternaam? Jury? Nemen genoegen met de achternaam. Goed. Giorgia Meloni, klopt. Goed, dan gaan we door naar team 5 en de rust is weer gekeerd. En dat is weer een literaire vraag. Want wat was het thema dit jaar van de kinderboekenweek? Je zou toch zeggen dat de jongste deelnemers hier toch een grotere kans zouden maken? Ja, team 2 heeft gedrukt. Team 2. Ja? Team 2 gaat een gokje wagen of weet je het zeker? Nee, gokje. Groen, groene, groenst. Nou, dat zit er wel heel dichtbij. Dat is jullie kwestie dit. Ja, maar we zijn net streng geweest en dan moeten we nu ook streng zijn. Dit is nog niet het heel dichtbij. Nee. Maar goed, wil een van de andere teams nog antwoord geven? Nee, ze durven niet. Het thema was Giga Groen. Oké. Wij vervolgen de vragenlijst met een vraag over het XL Business Park. Kijk. Wel stoppen zodra je gedrukt wordt, hè? Daar gaat hij. Welk bedrijf heeft de meeste grond op XL Business Park? Team 2 is het snelste. Kan niet missen natuurlijk, hè? Oh, wat een makkie dit, Arjen, of niet? Team 2. Wie heeft er gedrukt? Waar moet ik zijn? Team 2 heeft gedrukt. Sorry. Team 2, zeg maar. Heilen? Dat is correct. Ja, dat is wel goed. Er mag op zich overlegd worden. Dat is niet verboden, hebben we ook niet gezegd. Heilen is correct. Bedrijf uit België heeft 33 hectare grond. En dat is een kwart ongeveer van het hele terrein. Joris. Goed, vraag 7. Dus we zijn bijna op de helft van ronde 2. In het oude Mensenspand aan de Brugstraat is deze maand een noodopvang ingericht voor 60 asielzoekers. Wat was de vorige bestemming? Team 3, Team 3. Nu is hij het snelste. Heb je wel goed geluisterd naar de vraag? Ja? De oude brandweerkazerne. Dat is correct, Arjen. Ja. Ja, dat is correct. Goed. Helemaal, om precies te zijn. Puntje. Puntje. We gaan eens even naar de jury, denk ik, of niet? Want we zijn... ongeveer halverwege, Pim? We zijn ongeveer halverwege. De tussenstand. Deze ronde ongelooflijk spannend, want er is heel erg veel gedrukt. Maar er zijn nog twee teams die op nul staan. En dat zijn de rechters en het team evenementen. En nummer 3 staat ruim aan de leiding met 2 hele punten. Ja. Zo.
de politici. Dan gaan we door naar de achtste vraag. En dat is weer een sportvraag. De Almeloze taekwondoka Reshmi Oginc kwam in 2016 uit op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In 2021 zou ze ook op de Spelen in Tokio in actie komen. Maar haar deelname ging te 11e uren niet door. Wat ging er mis? Team 2 heeft gedrukt. Team 2 heeft gedrukt. Wie mag ik het woord geven? We denken een coronabesmetting. Dat is het correcte antwoord. Ze had een positieve coronatest en moest 10 dagen in quarantaine. Dat had ook een gokje kunnen zijn. Ja. Oké. Okay. Waar zijn we? We zijn bij vraag 9. Ja. Oké. Ja. Volgende vraag. Volgende vraag. Gaat over de politiek, de landelijke politiek. Dit jaar sneuvelde de eerste minister in Rutte 4. Wie en wat deed hij? Team 3. Team 3. Dat was de landbouwminister van de ChristenUnie. En dat was... Oh! Ja, we moeten wel een naam weten. We moeten inderdaad wel een naam weten, ja. We kijken naar de jury. Adema is de opvolger. Ja. Piet Adema is de opvolger. Ja. We geven je nog even. Henk Staghouw. Ja. Ja. Knap. Ja, Henk Staghouw. Op het randje. Net binnen de tijd. Goed. We gaan snel door naar vraag 10. In september werd er sabotage gepleegd op de Noorse Nord Stream pijpleiding. In welk water ligt deze? Team 3. Team 3. Ik had die kunnen blijven staan. Ja, maar zeg. De Oostzee. Correct. Yes. Correct. Die was ook eigenlijk niet zo heel moeilijk, hè? Nee, die was niet zo heel moeilijk. Nee. Zorg wel even voor rust. Juist. Dan gaan we van de Oostzee gewoon weer naar Almelo. De nachtelijke skyline van Almelo wordt sinds dit najaar, kan ik zelf zeggen, verlicht team vanaf 3 heeft gedrukt. Vanaf 3 en verder ben ik niet gekomen. We gaan naar team 3. Arjen? Wetshuis. Dat is het antwoord. Ja, dat is deels het antwoord. Dat is een deel van het antwoord. Is leuk dit. Hoe zou de rest van het antwoord kunnen luiden? En waar gaan we naartoe? Ja. Het is het derde aangelichte torentje, het Wetshuis. Naast de grote kerk en de basiliek, volgens mij. Ja. Dan is het antwoord correct. Ja, dan is het antwoord. De drie torens zijn wel de drie torens. Weer op het randje, Maathuis. Weer op het randje. Oh. Ze hebben wel een beetje mazzel. Goed. Vraag 12. Het Eredivisie Volleybal Damesteam van Eurosport, dat jarenlang in het ISPA speelde, won in februari 2016 het nationale bekertoernooi. Welke andere Twentse volleybalclub werd in de team 1 heeft gedrukt? Apollo 8. Dat is niet goed. Wie? Is er iemand? Ik maak de vraag af. Welke andere Twentse volleybalclub werd in de finale verslagen? Is er gedrukt? Team 2 is er gedrukt? Ja, klopt Team dat? Team 2 heeft gedrukt. Marianne? Wij denken de Crackers. Nee, dat is ook niet goed. Nee, nee helaas. Setup is het juiste antwoord. Ik hoor het uit de team rechters komen, maar helaas, dat is te laat. Het was nog in de tijd dat Apollo nog geen Eredivisie speelde en Setup wel. Ja, nou ja, goed. Je zat er dichtbij. Oké. Mag ik heel even inbreken? Hier een volgende vraag stellen. De rechters en de evenementenorganisatoren moeten zo langzamerhand rekening mee gaan houden wanneer ze wel en niet drukken. Want? Ze staan negatief. Ja? Staan in ieder geval heel erg dicht bij elkaar. Oké. Een goede waarschuwing, want we hebben nog 3 vragen te gaan. Even kijken, deze neem ik voor mijn rekening, denk ik, hè? Daar komt hij. Met welke culturele organisatie
is de bibliotheek één stichting geworden. Team 1. Team 1. Of 88. Dat is correct, hè? Dat klopt nee, helemaal. Dat kan ik uit betrouwbare bron melden. Hebben we goed naar jou geluisterd, Pim? Gaan we door naar vraag 14. De ene laatste vraag. Dit jaar overleed Henny Vrienten, oprichter en liedzanger van de bekende Nederlandse band Doe Maar. In welk Twentse plaatsje team 2 heeft gedrukt? Team 2 heeft gedrukt. We kwamen tot in welk Twentse plaatsje? In Deven, in Diebeheim. Dat is correct. Dat is het goede antwoord. De vraag was, in welk Twentse plaatsje had hij zijn tweede huis? Diebeheim. Correct. Goed. Nou, nog één vraag. De laatste vraag. Dat betekent dat we naar de jury gaan. Zijn jullie nog benieuwd hoe het staat, jongens? Stand van zaken. Ja. Er staat helemaal rechts een team dat heeft zich al met vlag en wimpel geplaatst voor de halve finale. Het zal niet waar zijn. Maar de evenementen staan op 1 punt en de rechters op 0. Dus de laatste vraag gaat het verschil maken. De laatste vraag, ja. Nou, let op. Waar ging dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede naartoe? En ik kan er alvast bij verklappen dat we soepel kunnen zijn met het antwoord. Team 3? Team 3 heeft gedrukt. Het zijn volgens mij de hulporganisaties die zich hebben ingezet voor Oekraïne. Dat is ja, wacht even. Ga ik even naar de jury. Het is nou, een deel van het antwoord in ieder geval. Ja, ik vind eigenlijk wel dat het heel ietsje specifieker moet. Ook het om zijn de rechters de nog een kans te mensen die overnachtingen aanbieden voor Oekraïners. Nee. Nou, nee, dat kunnen we helaas niet goed rekenen. Ah. Nee. Nee, dat is in ieder geval niet goed. Dus dan blijft er nog een mogelijk antwoord voor team 1, want die heeft inmiddels gedrukt. Team 1 heeft gedrukt? Team 1 okay, heeft wie mag ik het woord geven, de aanvoerder? Het zijn drie organisaties, waarvan één uit Wit-Rusland, één uit Oekraïne zelf. En die zetten zich in voor mensenrechten en hulp aan Oekraïne. Nee. Dit is een stuk specifieker in ieder geval. Net was hij op het randje, nou is hij er overheen. Ja, dus zeker niet. Specifiek genoeg. Dus okay. Dat betekent dat wij nu... Dat betekent? Ja, wij krijgen een shoot-out vraag. Serieus? Ja, zeker. Zowel die team gaat... rechters als team evenementen zijn deze ronde geëindigd op 1 heel punt. En dat betekent okay. Dat wij een benaderingsvraag gaan stellen. En degene die daar het dichtst bij zit, die gaat door voor de halve finale. En... Henk, jij gaat die benaderingsvraag stellen. Dus dat ga ik doen. Je hoeft nu niet te drukken voor het snelste antwoord. Jullie mogen even nadenken en overleggen. En dan antwoord geven. Ja, want jullie mogen dus allebei een antwoord geven. Ja. En dat is, nou, ik denk dat het fenomeen wel bekend is, de benaderingsvraag. Wie zit er het dichtst qua getallen of wat dan ook bij het juiste antwoord? De vraag luidt als volgt. De flitspaal die in Almelo de meeste boetes oplevert... staat aan de Weerdense straat. Hoeveel voertuigen zijn er van mei tot en met augustus dit jaar daar geflitst? We kennen allemaal... Matas kent hem ook wel. Je mag even nadenken en dan kom ik zo meteen bij jullie. Niet het huisnummer, nee. Hoeveel keer is er geflitst in 4 maanden tijd? Van mei tot en met augustus, is goed. Ja. Is het team evenementen er inmiddels uit? Wat het antwoord? Ja. Er wordt nog druk overlegd. Hè? We gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Stop het overleg alsjeblieft. Ik wil graag... Eerst het antwoord van het team rechters. Wat is jullie antwoord? 4 maanden, hè? 17.000. 17.000 is genoteerd. Het team evenementen. Wat is jullie antwoord? 1500.
1500. Het verlossende antwoord komt van onze jury. Pim, ja. Het verlossende antwoord, welk van de twee teams gaat door? Jullie zitten er alle twee niet heel erg dichtbij. Het zijn er 3365, wat betekent dat team evenementen wel veel dichterbij zat, maar nog steeds niet heel dichtbij. Maar dat betekent team evenementen gaan naar de halve finale. Goed, dan zijn wij aan het eind van de tweede ronde gekomen. Dan gaan we naar de derde ronde zometeen, waarbij de vier beste teams van de eerste twee rondes komen. We zijn aanbeland bij de derde speelronde van deze avond. Dat is de halve finale. Dat betekent dat het druk is geworden op het podium. Vier teams. En deze vier teams die gaan uitmaken wie er naar de finale gaan. Dat zijn twee teams uiteraard. En welke andere twee er naar de verliezersronde gaan. Teams die hier staan zijn van links en rechts. We hebben ze inmiddels leren kennen. De teams van de ondernemers, de evenementen, de politici en team erfgoed. We gaan beginnen, denk ik, Joris, of niet? Goed, dan gaan we nu naar de eerste vraag. Handen bij de knoppen. Een historische vraag. Naar welk pand gaat waarschijnlijk het Stedelijk Museum? En nummer team 3. De politici hebben gedrukt. Politici als eerste? Ja, politici hebben als eerste gedrukt. Oké, wie mag ik het woord geven? Hofkeshuis. Het Hofkeshuis wordt gezegd en dat ja, is correct. Dat is het correcte antwoord. Ja. Oké. Okay. Volgende vraag. Cultuur weer. Wie speelde dit jaar de hoofdrol in de stadsmusical van Katoen en Water? Team 2 heeft team 2 gedrukt. De evenementen. Ja, dat is een makkie voor jou, denk ik, of niet? Lau Steenbeke. Dat is correct. Helemaal goed. We gaan door naar de derde vraag. En dat is meer een politiek gerelateerde vraag. Want welk nieuw raadslid kreeg dit jaar een koninklijke onderscheiding voor andere verdiensten in de stad? Team 3 heeft gedrukt. Team 3, de politici. Die zouden dat moeten weten. Mijn partijgenoot Henk Huisman. Ja, dat is correct. Ja, dat klopt. Henk Huisman had de koninklijke onderscheiding al binnen voordat hij aan zijn politieke carrière begon. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Oké. Dan gaan we naar vraag 4 en dan gaan we weer naar Heracles toe. Ik kon erop wachten natuurlijk. Wie scoorde dit seizoen de eerste competitiegoal voor Heracles? Team 1. Team 1. Armenteros? Nee, dat is niet goed. Armenteros is niet goed. Nee. Gok had een herkansing voor de andere teams. Nog voetbalkennis, Heracleskennis. Nee. Nee, er wordt geschud team van het team. Nee, helaas. Ja. Helaas, dat mag dan niet. Het juiste antwoord was Marko Vajnovic, inderdaad. Die schoot een vrije trap al na 10 minuten erin. Goed, dan Joris. Gaan we door naar weer een politiek gerelateerde vraag. Mark Rutte is inmiddels de langstzittende premier van Nederland. Wie passeerde hij dit jaar? Team 2 heeft als eerste. Team 2? Ja. Oké. Okay. Ruud Lubbers. Dat is het goede correct. Antwoord. Dat is correct. Ruud Lubbers was daarvoor de langstzittende premier. Oké, okay, gaan we van Ruud Lubbers naar Europa. Litouwen is als NAVO-lid een strategisch land in de huidige oorlogstijden. De oefeningen van de NAVO-troepen zijn daar opgevoerd. Maar wat is eigenlijk de hoofdstad van deze Baltische stad? Team 3 heeft gedrukt.
de hoofdstad van dit land? Vilnius. Dat is correct. Vilnius. Ja. Vilnius. Nou, dat gaat snel en strak. Dan gaan we van internationale politiek weer naar cultuur in Almelo. Want wie is de winnaar van de Herman Krikhaarprijs 2022? Team 4 weet dat. Team 4? Denkt ja, dat die te zou weten. Dat moeten weten. En we denken dat denk ze het wel weten. Team Erfgoed, of niet? Lambert Oostrum. Ja, correct. Correct. Heel goed, heel goed. Yes. Oké. Okay. Lambert Oostrum, en dat is een Almeloze kunstenaar. Oké, okay, volgende. We hebben tempo erin zitten, daar is niks mis mee. Ook weer binnen de Almeloze stadsgrenzen. De volgende vraag. Welke stichting is dit jaar eigenaar geworden van de Bolletjewinkel? Team 4, weer het erfgoedteam. Het erfgoedteam. Wie mag ik het woord geven? Stichting de Molen de Hoop. Ja, dat is het goede antwoord. Dat is correct, ja. Officieel heel Windkorenmolen de Hoop. Windkorenmolen de Hoop zelfs. Maar deze kan nee, dit antwoord was correct. Ja, dit antwoord was duidelijk correct. Hoe is de stand trouwens, denk ik? Hè? Ja, laten we even toch even bij jou zijn. Ja, we kunnen niet anders zeggen dan dat het team helemaal rechts in beeld zeer efficiënt drukt. Twee keer geantwoord en twee keer juist. Dus die staan op 2 punten. Erfgoed. Team 3 staat nog steeds aan de leiding, politiek, met 3 punten. De evenementenorganisatoren op 2 punten. En de ondernemers, daar mag nog wel een klein tandje bij, want die staan op -1. Okay. Maar hebben ook nog maar 1 keer gedrukt. Dus moeten we even kijken of jullie lampje doet of... Goed, dan gaan we door naar vraag 9. Het Wevershuisje kreeg dit jaar te maken met diefstal van het entreebord. Aan welk steegje ligt het team 4? Ja, natuurlijk. Ja, die voelde ik al aankomen, ja. Ja. Dat kan niet missen, hè? Dat kan niet missen. Nee, dat kan niet missen. Ik ben niet altijd dronken, dus ik weet de weg naar huis wel. Naar de kerkengang. Heel goed, missen, dat uiteraard. Is het juiste antwoord. Kerkengang. Dit leek mij een lastige, maar ja, als je daar zo dichtbij zit, dan... Is dat kassa natuurlijk. We blijven in Almelo. We gaan weer naar de sport. Waar staan de letters ISPA voor? Team 3. Ja, dat moet dat is vast... de voormalige wethouder van sportzaken weten. Maar hij grijpt naar zijn hoofd. International Indoor Sport Accommodatie Almelo. Dit wordt weer een twijfelgeval, Pim, of niet? Arie Maathuis. Ja, maar de jury moet zelf nog even zoeken om inderdaad te controleren hoe het ook weer precies zat. Ik kan het wel verklappen. Ja. We kunnen het niet helemaal goed rekenen. Nee, helemaal. Hè? Nee, hij is niet nee, inderdaad. Nee. Je bent een eind op weg, maar het is nog niet correct. Iemand anders misschien, de wel ISPA. Een van de andere teams in de herkansing. Onze mooie sporthal naast het stadion. Volgens mij is het ooit ambtelijk bedacht, ISPA. Dat is een ambtelijke term. Een van de andere teams die willen... Ja, de ondernemers gaan een gokje wagen. Gaan de ondernemers een gokje wagen? Wij denken Indoor Sport Accommodation Almelo. Nee, helaas. Nicole, dat is ook niet goed. Nee, we gaan het goede antwoord geven. Het is Internationaal Indoor Sportcentrum Almelo. Dus jullie zaten er allebei dichtbij, maar helaas. Nee, dat is het rare. Ja, klopt. Dat zijn te veel letters, dat past niet. Goed, we gaan door naar vraag 11. Wie was voor Mark Rutte de laatste premier van de VVD? Team 3 heeft gedrukt. Team 3. Dat is het goede antwoord. Die is er niet. Je hebt gelijk, die was er dat niet. Dat klopt, want de VVD werd in 1948 opgericht. Ja. Heel goed, Arjen. Die moest hij ook wel goed hebben, ja, natuurlijk. Ja, dat is hij aan zijn stand verplicht natuurlijk. Ja, daarom. Gaan we naar Duitsland. Volgende vraag. Olaf Scholz heeft zijn eerste jaar als Duits bondskanselier achter de rug.
In welke stad op zo'n 80 kilometer van Team Twente? Team 4. Ik hoorde hier Hamburg roepen. Wie, Team wie 4. Dat? Team 4. Team Erfgoed roept Hamburg is in ieder geval niet goed. Nee, dat is het foute antwoord. Wat denk je met Hamburg? Wat is Hamburg? Wat bedoel je met Hamburg? Want ik had de vraag nog niet afgemaakt. Een stad waar hij als politicus furoren maakte. Nou, jij weer. Ja, dat nou, zou ik weer, kunnen, maar dat was helaas de vraag niet, Hans. Kan ik heel kort over zijn? Dat was de vraag niet. Nee, dat was de vraag niet. De vraag is namelijk... Waar werd hij geboren? Waar werd Olaf Scholz geboren? Stad de andere drie teams mogen daar... Er liggen nog kansen, ja. Dus... Als je goed geluisterd hebt naar de vraag. 80 kilometer van Twente. Er wordt druk overlegd zelfs tussen teams. Dus dit is heel bijzonder. Maar er komt volgens mij geen antwoord. Nee, ze durven nee, niet. Dan verklappen we hem. Olaf Scholz werd geboren in Osnabrück. Goed, Joris. We gaan door naar de... Almeloze politiek weer, want wat is de naam van het kunstwerk van Randy van Lingen dat op het nieuwe busstation zou komen? Team 3 heeft gedrukt. Team 3. Wie gaat het zeggen? Ja, de kust van Almelo. Nee, dat is niet correct. Het is niet goed, nee. Nee, team 2 heeft gedrukt. Team 2. Liefs uit Almelo. Dat is wel correct. Het juiste antwoord. En het kunstwerk gaf inderdaad wel handkusjes met water. Dus. We gaan door naar de ene laatste vraag, Henk. Die mag jij stellen, de ene laatste vraag. Is die van mij? Ja, okay. Die is voor jou. Okay, het wordt spannend. We gaan naar de absolute slotfase. Nog twee vragen. Dit jaar overleed Joop van Liefland, gitarist en ontdekker van onze Ilse de Lange. En over Ilse gesproken, in welk jaar werd ze met Waylon tweede op het Eurovisie Songfestival? Welk jaar was dat? We weten het allemaal nog wel. Ja, dat gebeurde weten we, maar wanneer was het? In welk jaar? Mag ik, een kleine suggestie doen, heren? Als de ondernemers nog kans willen maken, zou ik een gokje wagen. Ik denk niet dat de ondernemers dit horen. Ondernemers worden aangespoord door een gokje. Willen ze nog kans maken? Ze gaan een gokje doen. Ze hebben gedrukt. Ze gaan een gokje doen. Het antwoord. Dat is spannend. Jij drukt het, dus mag jij het antwoord geven? 2018? Nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Anderen? Nee, anderen? Volgens mij, nee, iedereen houdt zijn kruid droog voor de laatste vraag. Ja. Het was in wat was het goede 2014 antwoord? Was het. Oh. Nog even de stand van zaken voor de laatste vraag. Hè? Ja jongens, het is... Stand van zaken wordt bekendgemaakt door Pim. Mag ik heel even jullie aandacht jongens, want het is ongemeen spannend. Kijk, de... Ondernemers hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar zijn inmiddels helaas uitgeschakeld voor een plek in de finale. Maar het zijn ondernemers, dus ze hebben een beetje gegokt af en toe. Aan kop met 3 punten staan team evenementen. En daarnaast staan nog 2 teams met 2 punten. Dus ze gaan nek aan nek. Kijk, de strategie wordt bepaald. Team erfgoed dus en team politie. Okay. Eigenlijk gaat het dus nu tussen het team politiek en het team erfgoed voor de... Moeten we nog even benadrukken, Joris, dat er 2 teams doorgaan naar de finale? Ja, er gaan de 2 beste teams gaan door naar de finale. De 2 verliezende teams gaan naar de troostfinale. Met de 2 andere verliezende teams om te strijden voor de 3e plek. Dus... De laatste vraag. Een Almeloze vraag. Sportpresentator Tom Egbers komt uit Almelo en is Heracles-fan. Maar hoe oud is Tom eigenlijk? Niemand durft.
Ja, jullie mogen ook drukken. Ja, als jullie het weten, mogen jullie drukken. Natuurlijk. Degene die uitgeschakeld is, kunnen al drukken. Dus, Ja, er mag geantwoord worden. Gedrukt worden. Er mag geantwoord worden. Team 1 heeft gedrukt. Team 1 heeft gedrukt. Als ik het fout heb, ligt dan zijn er het. nee, dat is flauw. Wij gaan voor 63. Dat is kort bij, maar dat is niet juist. Dat betekent bonje in het team. Dat betekent bonje in het team. Team 4 heeft gedrukt. Team 4 heeft gedrukt. Team 4 heeft gedrukt. En ze nemen daarmee een groot risico, mensen. Ja. Team, ja? Oké. De dood of de gladiolen. Eindexamen in 1973. Wij zeggen dat hij nu 64 is. Eén jaartje daarnaast. Hij is 18 oktober 65 geworden. Drama dit. Dat is nou jammer. Drama. Goed, daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze ronde. En nog even een samenvatting. Welke teams gaan door naar de finale en welke teams gaan door naar de troostfinale? Pim? Ja, we kunnen zeggen dat Tom Egbers de erfgoedspecialisten eigenlijk de nek om heeft gedraaid. Hadden ze niet geantwoord, dan hadden we een shoot-out vraag gespeeld. Maar ze hebben zichzelf uitgezakeld, helaas. Met 1 punt naar de troostfinale. Dat betekent dat door zijn naar de finale de evenementenorganisatoren en team politiek. Applaus! Dan gaan we nu beginnen aan de vierde ronde, de troostfinale, met de vier verliezers van de avond. En we hebben achter Zijl... Nou ja, sorry, dat klinkt heel... Laten we het positief formuleren. De vier niet winnende teams van de avond. We hebben 1 keer gewonnen. Leuk. Nee, maar jullie gaan strijden om de eer van de derde plaats. En achter de eerste zuil hebben wij het team erfgoed. Achter de tweede zuil hebben wij het team ondernemers. Achter zuil nummer 3 hebben wij de rechters. En achter zuil 4, voor mij bijna buiten beeld, hebben wij het team juristen. We gaan beginnen. De regels zijn nog exact hetzelfde gebleven. En Henk zal de eerste vraag gaan stellen. Ja. Handen bij de knop. Daar gaat hij. Heel basic dit. Hoe heet het sportpark van voetbalclub ASV 57? Team 3. Het Heuveltje. Ja, zeg het dan maar een keer in de microfoon. Het Heuveltje. Dat is correct. Dat is het goede antwoord. Dat is een punt A-dorp. Voor de rechters. Dat is ook gemeente Almelo. Ja. Zeker. Ja. De tweede vraag. Dit jaar was er in het huis van Katoen en Nu, het zal u vast niet ontgaan zijn, een tentoonstelling over Acito. Ter gelegenheid waar team 3 heeft weer gedrukt de rechter. Even wachten tot het microfoon er is. Even wachten tot de microfoon is. 70-jarig bestaan. 70-jarig bestaan is goed. Dat is het goede antwoord. Zo als een speer. 2-0. Oké. Oké, vraag 3. Dit jaar werd bekend dat enkele oude schoolgebouwen aan het Welgelegen in de Schelfhorst plat gaan voor nieuwe woningen. Welke scholen zaten hierin? Team 1 heeft als eerste gedrukt. Telgenborg en de Noorderborg. Wat goed zeg. Ja. Echt goed. Als het gaat om gebouwen die gesloopt worden, dan... Dan weten ze het wel. Nee. Dan is erfgoed goed op de hoogte.
Ja, maar ja. Nee, dit is goed. Nee, ja. Dit is goed gekeerd. Dit is goed gekeurd. Joris, we gaan naar vraag 4. We gaan snel door naar vraag 4. Die rechters die zijn altijd, die willen het altijd beter weten, want die hebben normaal het laatste woord. Maar nu zijn wij het. We gaan door naar vraag 4. En dat is weer een meer culturele vraag. Wie heeft dit jaar namelijk de NS Publieksprijs gewonnen? Team 1 heeft als eerste gedrukt. Hij is niet uitgereikt. En vanwege vermeende fraude bij het stemmen. Dat klopt. Die toevoeging had er niet eens bij gemoeten. Dat is een goede antwoord. Ja, heel goed. Heel goed zeg. Zo. Er wordt gescoord. We gaan weer naar de politiek. Vraag 5 volgens mij. Hè? Ja. Ja. Politiek in Almelo. Fred de Graaf, VVD. En Trudy Vos, Las, waren de informateurs die... Team 4 heeft al gedrukt. Heb je al gedrukt? Ik heb nog een heel verhaal te vertellen. Wie mag ik het woord geven? Jij weet de vraag al. Weet je het antwoord ook? Ik drukte voordat je de rest ging zeggen. Dus dat, want ja, de informateurs, dat weten we allemaal natuurlijk. Antwoord. Maar, antwoord. Je draait eromheen. Zij zat in de directie van het ROC. Ja, maar dat, ja, was, ja, helaas, en? Dat was niet de vraag. Dat is een heel goed antwoord. Dat is maar niet de vraag. Jammer. En misschien ook wel van Egbertus trouwens, maar dat is weer een andere. Ja. Dat is een beetje een déjà vu, Gerrit. Sorry. Zal ik de vraag afmaken? Ja, maar Henk maakt de vraag af voor de andere teams in ieder geval. Ja. Nou goed, die twee namen die ik genoemd heb, Fred de Graaf en Trudy Vos, waren de informateurs die na de verkiezingen aan het nieuwe college gingen werken. Het waren aanvankelijk 3 informateurs. Maar de CDA-afgezant trok zich terug nog voordat het spel was begonnen. Wie was dat? Ja, nou. Weten jullie dat niet? Ja, er wordt driftig nagedacht, maar het is echt een lastige vraag. Nee, gaat hem niet worden. Er gaat niemand drukken. Dat ik toch allemaal verhalen over in de krant gezet, maar dat leest dan blijkbaar niemand. Dat was Martijn van Helvert, CDA. Die ging weg. Wegens persoonlijke omstandigheden. Goed. Oké, okay, we gaan van de sport. Of we gaan van de politiek naar de sport. En dit is een hele actuele vraag. Want welke voormalige speler van Heracles kwam in actie op het WK? Team 3 heeft gedrukt. Even wachten op de microfoon. Prrr, tromgeroffel. Gaat hij naar jou, de microfoon? Ja, Wout Weghorst. Ja. Wout Weghorst is goed. Scoorde goed. Zelfs. 2 keer. Heel goed, heel goed. Ja. De rust weergekeerd. Gaan we verder. Want dit jaar, en dat was heel triest, dus even stil. Dit jaar overleed Giancarlo Talamini. En daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een tijdperk van deze roemruchte ijssalon in Almelo. Wanneer, dat is wel lastig hoor, maar toch, wanneer werd deze ijszaak hier in Almelo opgericht? Welk jaar wil ik weten? Een jaar. Er wordt druk nagedacht en beredeneerd. Ja, jullie gaan een gokje wagen. Ja? Met een inleiding. De 2 Talamini-zaken werden in Rotterdam en in Zeeland werden vernietigd door bombardementen. De Duitsers en de Fransen. En nou de gok. 1941. Ja, dat is correct. Knap. Applaus. Applaus. Ja, vind ik knap. Ja. Vind ik knap. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat iemand deze vraag zou weten. Dus complimenten. Goed, van het ijs. Van het ijs gaan we door naar de media. Want welke markante tv-reporter die ooit het lef had om prins Bernhard te overvallen met een vraag over de Lockheed af team 4 heeft gedrukt? Heb je de vraag begrepen? Nou, ik dacht dat je ging vragen die ooit Sukarno wilde overvallen met een vraag. Dan is het niet Aad van de Heuvel. Nee, helaas. Het is niet. Want dat was je antwoord, begrijp ik. Ger,
Hij is niet zo moeilijk deze volgens mij. De team 1 heeft inmiddels gedrukt. Wel een team? We moeten de beurt overdragen naar team 1. Team ondernemers. Sorry. Henk, nee, ik moet je corrigeren. Het ligt brand bij... Waar moet ik naar nummer 1. Nummer 1. De... Ja, team 1 en team Erfgoed. Team Erfgoed. Erfgoed. Ja. Oké, okay, mag jij het weer zeggen? Willibord Frikwe. Ja, goed. Dat's... Ze gaan als Willibord. Een speer. Speer. Hij doet het. Wordt getwijfeld aan de techniek. Nee. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Nee. Volgende vraag... En die gaat over Almelo, die gaat echt over de Almelo en de historie van Almelo. Het bevrijdingsmonument wordt eindelijk verplaatst van het Stadhuisplein en krijgt een plek op het nieuwe busstation. Maar wanneer, op welke dag, werd Almelo eigenlijk bevrijd? Team 2 heeft als eerste gedrukt. Team 2? Team 2, okay. De ondernemers. Martijn, ga jij antwoorden? Ik weet het antwoord, maar ik moet wel even denken. Het was namelijk geen slag bij Waterloo. Nee, dat was 18 juni 1815. Dat duurt te lang. Dat is april 1945. Ja, maar welke dag? Moet dat ook nog? Ja, de datum. Ik weet ook welk uur het centrum. Ja, dat moet gokken, ja. Welke dag in april 1945, zeg het maar. Zullen we 24? 24 april. 24 april. 24 april is niet goed. Nee. Gaan we naar... Team 3. Nummer 3. Even. Waar gaan we naartoe? 3? Team 3. Dat zijn jullie. De rechters. Wie mag ik het woord geven? Chantal. 8 april. Dat is ook niet goed. Ook niet goed. Team 1 heeft nu gedrukt. Team 1 denk ik ook niet goed. Team 1, hè? Ja? Ja, jij moet het weten. In april 1945 werd Almelo bevrijd tot aan het Almelo Noordhoornkanaal. En 5 april werd het noordelijk deel bevrijd. Ja, nou, zeer antwoord is goed. Applaus. Het antwoord is goed. Zeer volledig antwoord. Daar ga ik niet tegenin. Nee. Daar ga ik niet tegenin. Daar twijfelen we niet over. Klopt. Goed, we gaan door naar de tussenstand. Ja, niet? Even een tussenstand. We hebben een tussenstand de helft van de vraag. Ja, zeker heb ik de tussenstand. Dames en heren, even de stand van zaken. Even de tussenstand. Woord is aan de jury, Pim. Er is eigenlijk maar één team dat ontzettend snel afstand neemt van de rest. En dat is team Erfgoed met 5 punten. Zo. Razend knap, zeker. De ondernemers hebben... 1 keer gegokt en 1 keer misgegokt. Dus die staan op min 1. De rechters op 2 punten. En de juristen is op het ogenblik nog hetzelfde lot beschoren als de ondernemers. Die hebben 1 keer gegokt en 1 keer mis. Dus ook op min 1. Nou, duidelijk. Er komen nog 6 vragen. Nog 6 vragen. Het kan nog alle kanten op. Ik zou zeggen, stroop de mouwen op. We gaan snel door. Naar de volgende vraag. Vraag: wie won de verkiezing tot beste bibliotheek van het jaar? Maar dat was niet het antwoord. Team 3 heeft gedrukt. Ja? Ja. Team 3 denkt het te weten. Wie krijgt de microfoon? Goes. Dat is niet nee, goed. Goes was wel genomineerd, net als Almelo, maar me, ja. Goes heeft helaas niet gewonnen. Iemand anders? Ja, doe het nog niet, ja? Wordt er al gezegd. Maar de vraag is nu wel helemaal gesteld. Ger. Ik denk Hoogeveen. Nou, je zit er net in de richting, maar het is net niet goed. Hoge is goed! Het was namelijk Hoge Zand en niet Hoge Veen. Gaat nat op 4 letters. Hè. Het is niet jouw avond, Ger, hè? Nee, maar ja. Het is niet jouw avond. We doen niet een halve punt, helaas. Oké, we gaan verder. Volgende vraag. Het Openluchtmuseum in Arnhem was dit jaar bijna verrijkt met een bekend Almeloos gebedshuis. Welke kerk... was dat? De eerste moskee van Nederland hier in Almelo aan de Wiedenstraat en aan enzovoort.
U begrijpt het al, dit is dus geen spel tussen te krijgen. Is goed. Is goed. De Yunus Emre. Henk. Goed. Dat betekent dat team Erfgoed waarschijnlijk nog meer afstand aan het nemen is. Dus teams, kom op, andere teams. We gaan door. Dit jaar, dit is een sportvraag, geen erfgoedvraag. Dit jaar waren de Olympische Winterspelen in Peking. Hoeveel gouden medailles behaalde Nederland? Ja, we gaan naar team 4 heeft ja? gedrukt. Dat klinkt vrij overtuigend, ram op de knop. Geen 16, geen 17, maar 18. Zij 18? Dat is niet 18 goed. 18 gouden medailles. Nee, dat is niet nee, goed. Nee, dat is helaas niet goed. Nee, is de andere nee. drie teams, gouden medailles. Team 2 heeft luisteren gedrukt. Naar de vraag, gouden medailles. Niet medailles. Team 2 heeft twee? Gedrukt, de ondernemers. Het gaat echt om goud. Het hoogste treetje, weet jij het? Nee. Ik twijfel tussen 6 of 7. Ik zeg 6. Ook nee, dat is helaas niet goed. Nee. Wie doet er nog een gok? Nee, dat mag niet. Nee, dan geven we het goede antwoord. Het goede antwoord was namelijk 8. Irene Schouten heeft er 3 gehaald. Irene Wust heeft er eentje. Kjeld Nuis, Thomas Krol, Suzanne Schulting en de vrouwen shorttrackploeg. Op de relay, om helemaal precies te zijn. Oké, okay. What's next? We gaan naar Amerika. Met Joe Biden heeft Amerika een bejaarde president. Maar hoe oud is die eigenlijk? Team 1 heeft gedrukt. De erfgoed. Ja, erfgoed. Ja, je weet het. Hoe oud is Joe Biden? 80. Je is goed, 80. Nou, ik denk aan mijn water te voelen heeft team erfgoed de derde plaats wel veilig gesteld. Maar we gaan toch nog naar de ene laatste vraag. Deze vraag is indirect al aan de orde geweest. Want waar komt het herdenkingsmonument 1940? Ja, die zou ja klopt, team ja. 1. Nou, die geven we weg, deze. Ja, deze is een weggevertje. Busstation aan de Wierdesestraat. Ja. En dankjewel. Ja, nee. Ja. Ja. Hij zat verstopt in het... Ja, die zat verstopt in de eerdere pakjesmand. Ja, ja. Goed, Martijn. Ja. We gaan... We gaan het even naar Pim, goed, want het is nog één vraag. Dus we kunnen de balans wel opmaken, denk ik, of niet? Of zit er nog spanning ergens? Nee, totaal niet. Ja, nee. We zouden eer dan. We zouden kunnen zeggen dat het nog spannend wordt om wie de allerlaatste wordt. Zo moet ik het dan toch maar noemen. Dat is een strijd tussen de ondernemers en de juristen. Waarbij op dit moment, moet ik dan zeggen dat de juristen aan kop gaan als je de ranglijst op de kop houdt. Ja. Goed, de laatste vraag, Henk. Wat overigens wel opvallend is, dat moet ik er dan wel bij zeggen, is dat zowel de ondernemers als de juristen, die hebben wel een aantal antwoorden gegeven, maar nog geen enkel goed antwoord in deze ronde. Niet, hè? Nou, nog één kans. Dus het is volgens mij geen makkelijke vraag. Het gaat over sport en het gaat over voetbal. Daar komt er weer eentje. Laatste vraag. Laatste vraag. De Oekraïne, die ontbreekt natuurlijk op het WK voetbal. Oranje speelde op het EK vorig jaar in de groepsfase in Amsterdam nog tegen dit land. Nederland won dat duel, maar wat was de uitslag? Ja? Team 4. Team 4? Voor de eer. Weer een hele overtuigende ram op de knop. Daar komt-ie. Kanbom, 3-1. Bijna goed. Dat is ook niet goed trouwens. Nee, allebei niet goed. Weet iemand dat de uitslag Nederland-Oekraïne Team 2 heeft gedrukt nog. Team 2 nog een gokje. Team 2. Jij gaat een gokje wagen, Nico? Ja, wij zeiden bijna 2-1. Is niet goed. Het was 3-2. 3-2 was het. 3-2. Oké. Joris, jij gaat het afronden, denk ik. Pim, het is geen nieuws meer, maar toch brengt de blijde boodschap. Er is eigenlijk maar... Eén team dat verdient gewoon een heel groot applaus. En dat is Erfgoed met 8 punten. 8 punten voor team Erfgoed. Na de finale. We zien jullie zo meteen terug. Je mag blijven staan, of niet? Nee, we zijn eruit. Was het nummer 3?
Sorry. Nummer 3 is geworden het team Erfgoed. Voor de consternatie. Dus daarmee is ronde 4 klaar. En we gaan ons nu voorbereiden op ronde 5. En dat is de finale. En die gaat tussen het team evenementen en het team politici. Dames en heren, we zijn toe aan de apotheose van deze avond. De grande finale. En die gaat tussen team politici en het team van de evenementenorganisatoren. Ja, we gaan beginnen. Ik kan een heel mooi verhaal gaan houden. Doe ik niet. We kennen ze allemaal. Jullie kennen ons. Joris gaat de eerste vraag stellen. En de eerste vraag is een culturele vraag over Almelo. Want hoe heet de nieuwe cultuurmakelaar van Almelo? Team 2. Team 2 weet team het? Team 2 weet het. En wie gaat het antwoord geven? Marianne? Ja. Quinta Clason. Dat is het juiste antwoord. Onze nieuwe cultuurmakelaar van Almelo. Quinta Clason. Nou, laat de volgende vraag dan ook over cultuur gaan. Graag uw aandacht. Vraag 2. Anke Lenoble, de grande dame van het Almeloze Theater, neemt dit jaar afscheid van het podium. Ze was de eerste theatermanager. Oh, team 2 heeft gedrukt. Oké, ik ben benieuwd wat jullie gaan antwoorden, want de vraag is nog helemaal niet gesteld. Marianne. Ja, zij organiseerde altijd de theaterroute, maar 17 december neemt ze afscheid komende zaterdag. Ja, dat klopt, maar... Dat klopt allemaal, maar dat was de vraag niet. Dat is alleen helaas niet de vraag. Willen jullie ook antwoorden of willen jullie de vraag... Ja, dat zou ik ook doen in jullie geval. Concurrentie is weg, hè? Nou ja, goed, Anke Lenoble dus. Zij was de eerste theatermanager in het theaterhotel. Maar hoe heette die schouwburg ook alweer toen Van der Valk zich nog niet in Almelo had gemeld? Wat een makkie, of niet? Wat een makkie. Wie gaat dat zeggen? Arjen? De Hagen. Knap. Ja. Is goed. Schouwburg de Hagen. Schouwburg de Hagen. Joris. Goed, de derde vraag. En die gaat ook over Almelo. Het duurt waarschijnlijk nog een eeuwigheid, maar als het goed is wonen er straks mensen in het oude stadhuis. Hier tegenover. Dan heeft dit gebouw alsnog een tweede leven gekregen. Het zou de architect Johannes Jacobus Pieter Oud goed gedaan hebben. Maar welke andere eerbiedwaardige opdracht kreeg hij in Nederland? Met andere woorden, welk eerbiedwaardig iets is door hem ontworpen en is gebouwd? Het blijft angstvallig stil. Team Politiek haakt af. Er wordt driftig nagedacht. Hebben jullie een idee of niet? Wel een idee. Ja, dat is het probleem. Gokken kost punten. Maar er komt geen antwoord. Nee, jammer. Dan, misschien is het een oh ja of een a. Ah, maar het was het Nationaal Monument op de Dam. Team Erfgoed had dit wel geweten. Ja, Team Erfgoed had dit waarschijnlijk wel geweten. Oké, we gaan naar sport. We gaan naar sport in Almelo. De Almeloze hockeyclub MHC Almelo kreeg dit jaar nieuwe velden en een nieuw bestuur. Welke voormalig bondscoach en chef de mission... Er is gedrukt door Team 2. Ja, Team 2 heeft gedrukt. Marianne, ja, volgens mij, ja, jij kent die ook. Ik verwacht een goed antwoord. Ja, Maurits Hendrik. Dat is inderdaad goed, ja. Ja. Nee, ja, hij was al gereset. Hij heeft eerst brandde lampje 2 en toen waren jullie nog steeds aan het drukken. Dus we letten wel op. Maurits Hendriks was dus inderdaad goed, om het even af te maken. Hij was ooit doelman in Almelo bij MHC. Van de sport gaan we weer naar de cultuur. Want de legendarische cabaretier Wim Kan nam graag politici op de hak. Hij noemde ooit een minister van Financiën uit de jaren 70
Een slak die afremt in de bocht. Maar welke politicus, minister van Financiën, bedoelde hij? Ook deze vraag had het team Erfgoed vast weer geweten. Lang geleden, hè? Ja. Hij is lastig. Hij is echt lastig. Hij is maar lastig. Het is ook de finale, dus we moeten niet te makkelijke vragen zo stellen. Zo is het ook, joh. Nou, er komt volgens mij geen antwoord. Het antwoord is Frans Andriessen. Wist je dat, Ger? Hij okay. had Kees Andriessen ja. gezegd, maar... Oké. De volgende vraag gaat over de paus. Paus Franciscus is op 3 maanden na al 10 jaar in functie als opperste kerkhoofd in Rome. Wat is zijn geboorteland? Team 2 heeft als eerste gedrukt. Die is dan volgens mij niet zo moeilijk, of wel? Argentinië. Dat klopt. Helemaal goed. Van de paus gaan we weer naar Almelo. Nou, enigszins. Het is in ieder geval gerelateerd weer aan Almelo. Dit jaar werd de bekende corona-activist Willem Engel gesignaleerd tijdens een groot boerenprotest in Almelo. Maar wat is eigenlijk het beroep? Team 1. Team 1. Heeft... Beroep van Willem Engel. Dansschoolleraar. Ja, goed. Dat is goed. Goed dat je dat weet. Dat is een punt. Even kijken. Oké, zometeen gaan we naar de jury, denk ik. Kunnen we nu ook wel even doen? Hoe staat het ervoor, Pim? Ja, dit is wel het juiste ogenblik, Henk, het, want we staan precies gelijk. Kijk, 2-2. 2-2 is de tussenstand. Goed. Ah, dat wordt bloedstollend. Volgende vraag. Volgens mij nog een vraag of 7-8, denk ik. Hè? Ja, 8 vragen. Oké, daar komt-ie. We gaan weer naar de sport. Maar wel over Almelo. Welke in Almelo geboren topvolleybalster... Ze speelde bij Crackers in Maria Parochie. Stopte dit jaar na 292 interlands bij Team NL. Een hele bekende topsporter uit Almelo. Dat moeten jullie toch weten, zeg. Ik hoor het rondzingen in de zaal, Henk. Er zijn meer dingen. Ja. Dit nee, moeten we weten. Nee, we gaan niet voorzeggen vanuit de zaal. Nee, de teams weten het niet. Dan is het jammer. Het juiste antwoord, Henk. Marit Grothuus. Het is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk. What's next? Dat goed. Blijft gelijk dus. We blijven nog even in Almelo. Kees Spit, tuinmeubelen, vierde dit jaar hun 80ste verjaardag. Aan welke straat in Almelo begon Team 1 heeft gedrukt? Ja? Hebben jullie gedrukt? Klopt dat? Weet je wat de vraag wordt? De vraag is aan welke straat ze ooit begonnen zijn. De Delderse straat. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee, het is wel... Wil het andere team... Nee. Het was niet de Delderse straat, maar de Bornebroekse straat. Dus... Het zat wel in de buurt. Het zat wel in de plaatsnamensfeer, maar niet de juiste. Dat is nou jammer. Oké. Een hele actuele vraag uit het Almeloze. De rechter doet volgende week uitspraak in de strafzaak tegen de Almeloze kruisboogschutter Kenzo K. Die verantwoordelijk is voor de dood van 2 vrouwen. Welke eis heeft het Openbaar Ministerie op tafel gelegd? De kranten wel gedomineerd de afgelopen weken. Veel over geschreven. Het is natuurlijk een hele ernstige en droevige zaak. De eis van het OM. Nee, ik hoor dat. Mag ik jullie onderbreken, heren? Want ik zie zelfs dat de rechters het hier niet over eens zijn. Dat zou ik niet precies weten. Zal ik eens gaan vragen? Hij wordt driftig gediscussieerd. Als jullie het niet gaan weten, ga ik dan de rechters vragen. Nou, daar komt hij. Uit de zaal. Kijken of dat ze het... Doorbreek ik het protocol natuurlijk. Ja. Gaan er opeens allemaal draadjes kapot. 20 jaar met dwangverpleging en TBS. 20 jaar met dwangverpleging en TBS is bijna goed. 22, maar vooruit. Oké. Okay. 22 maanden. Doet hij het nog, Pim? Oh, sorry. Oké, die was ook lastig. Oké. Next. Dan gaan we door naar eind november
overleed de Nederlandse uitvinder van de airfryer? Hoe luidt zijn naam? Ik neem aan dat hij uit Almelo komt. Hij is pas overleden. Volgens mij is hij pas overleden. Volgens mij moet hij nog worden begraven, maar... Ja, misschien wordt hij gecremeerd, maar dat weten we niet zeker. Maar er komt geen antwoord. Het zegt mij ook niks. Fred van der Wij. Wie kent hem niet? Wij allemaal niet. Nee. Oké, we gaan langzaam maar zeker naar de ontknoping. Dat is voor mijn stemmen goed ook, geloof ik. Ja. Want nog vier vragen. Volgens mij is de stand nog steeds gelijk. Klopt dat, Pim? Nee? Niet? Nee, dat is niet meer zo. Sorry? Zeg het maar. Aan kop staan de evenementenorganisatoren met 2 punten. Oké. Tegen 1. 2-1 is het. 2-1 voor de evenementen. Nou, het blijft aan elkaar gewaagd. En er zijn nog 4 vragen, dus het wordt heel spannend. Welke sportvrouw hoort er volgens de jury van de landelijke sportverkiezingen dit jaar niet thuis in het volgende rijtje? Irene Schouten, Suzanne Schulting, Annemiek van Vleuten, Femke Bol. Wie hoort hier niet in thuis? Het zijn 4 sportvrouwen. Femke Bol. Dat is goed, Marianne, want Femke Bol is niet genomineerd voor deze prijs. En daar is wat discussie over geweest, ja. Dus jullie krijgen een punt. Goed. We gaan naar de internationale politiek. Kan een beslissing komen nu, hè? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Hij is het enfant terrible van de Europese Unie. Maar wat is de naam van de premier van Hongarije? Team 1 heeft gedrukt. Team 1 heeft gedrukt. Oké, zeg maar. Viktor Orbán. Ja, dat is goed. De premier van Hongarije is Viktor Orbán. Oké. Dat maakt het nog weer... Het blijft spannend. De ene laatste vraag, Henk. De ene laatste vraag die luidt als volgt. Almelo koos ervoor geen extra uitkering te geven aan ex-Soweco-medewerkers dit jaar. In Twenteland krijgen ze dat wel. Hoeveel ontvangen ze netto? Team 1 heeft gedrukt als eerste. 350 euro netto. Dat is niet goed. Nee. Team 2 weet het wel. Nee. Nee, helaas. We gaan naar team 2, die krijgen nog een kans. Nee, team 2 wil niet antwoorden. Jullie gaan nog een antwoord geven? Ja, 320. Nee, dat is fout. Dat is ook fout. 3,75. Dan gaat het een punt af. Maar jongens, we moeten streng zijn, want jullie drukken wel. Dus dan word je geacht te antwoorden. Dat is heel goed, dan gaan we naar de laatste normale vraag. En die zit... Stand? Nog steeds 2-1 voor de evenementenorganisatie. Dus... De laatste vraag. Hoeveel landen telt de Europese Unie? Team 1 heeft gedrukt. Max. 27. Dat is het juiste antwoord. Yes. Jury, voorzitter, als ik het wel heb. Ja, je hebt het wel, Joris. Ja. Wij krijgen in de finale een shoot-out vraag. Ja. Heel leuk voor de kijkers dit. Ja. Goed. Oké. Dat wordt weer een benaderingsvraag. Ja, ik volg mijn lijstje en ik pak de tweede benaderingsvraag die wij hadden bedacht in de voorbereiding. En die gaat over het WK voetbal. En de vraag die luidt als volgt. Komende zondag wordt de Wereldcup uitgereikt, die grote trofee. Hoe zwaar weegt die? Jullie mogen overleggen. Hoe zwaar weegt de Wereldcup die zondag wordt uitgereikt aan Frankrijk of Argentinië? Voor de goede orde, het antwoord graag in grammen. In grammen. Ik wil het eigenlijk wel vragen aan Nederlanders, Henk, want er is toch nog nooit een Nederlander die hem omhoog gehouden heeft. Dus nee. Dat klopt, dat is een terechte toevoeging. Nederland heeft hem nog nooit gewonnen. Louis van Gaal had het voorspeld, had het in gedachten.
Maar zoals we weten, een week geleden ging het mis. Hoe zwaar weegt de Wereldcup voetbal? Ik denk dat de teams nu onderhand genoeg tijd hebben gehad. Het maakt niet uit naar wie ik het eerst ga vragen. Oké. Ja, zijn we eruit? Jullie mogen allebei een antwoord geven. Jullie mogen allebei een antwoord geven. Het maakt niet uit wie er als eerste het antwoord geeft. Nou, piemel het op. We beginnen bij team achter zuil 1. En ik hou de microfoon tussen jullie in. Hoeveel gram? 12.000 gram. 12.000 gram, dus 12 kilo omgerekend. Wat zegt team 2, de evenementen? 1 gram eronder. Hoeveel gram is dat dan? 1199. Maar dat maakt niet uit. Ja. Ja. Iets minder. 11.999 gram is 11,999 kilo. Dit is gewoon een spelletje hoger-lager geworden. Het is een ordinair spelletje hoger-lager geworden, maar we gaven de politici de kans om als eerste te antwoorden. Dus dat is ook een voordeel. Ja, ga ik het antwoord geven of ga jij het antwoord geven? Moet ik het vertellen, Henk? Ja, doe maar, Pim. Sluit jij eens af. Mooi. Het antwoord de Wereldcup is... weegt 6 kilo en 175 gram. Dus de winnaar van vanavond is geworden het team evenementen. Applaus! Applaus. Van harte gefeliciteerd. We hebben meteen de prijsuitreiking. Ja, dat bij een kampioen hoort een trofee. En ja, jullie mogen gaan. Dank voor deze heldhaftige strijd. Het was tot het laatst toe spannend. De politici hebben gestreden voor wat ze waard zijn. En dus hartstikke goed. En ik nodig burgemeester Arjen Gerritsen uit. En dat is heel leuk. En dat is ons een eer ook. Om deze trofee uit te reiken. Dat betekent, burgemeester, dat ik u de microfoon mag gaan geven. Maar we zouden eerst even kunnen hebben. Ja, hoe kijkt u terug op deze avond? Nou, in het hele recente ogenblik. Het evenementteam had al gewonnen. Het was buitengewoon sportief dat Marianne toch een antwoord gaf dat fout was. Waardoor het weer eventjes de wedstrijd verlengd werd. Maar gerechtigheid is geschied uiteindelijk met die 11.999 gram. Deze weegt ietsjes minder. Is volgens mij ook niet massief. Maar hij komt het team evenementen met recht toe. Overigens ook niet alleen maar vanwege de verdiensten hier, zeg ik erbij. Maar ook vanwege het feit dat dit team evenementen ook garant staat voor Almelo Evenementenstad. En daar zijn we heel blij mee en heel erg trots op. Geef deze beker een hele mooie plek. Aan de aanvoerder, Marianne. Van harte gefeliciteerd, Anne. Oké, goed. Dan sluiten we af. Dan sluiten wij af. Dan rest ons eigenlijk niets om iedereen van harte te bedanken voor jullie komst, voor jullie aanwezigheid, voor jullie sportieve deelname. Belangrijk is nog om te melden dat A-Visie zondagavond aanstaande een uitzending presenteert over deze quizavond. Om 8:00 s'avonds. Oké. Dank jullie allemaal voor deze avond. Dank en wel thuis en fijne feestdagen allemaal. Heel goed.